Democratie is meer dan politiek alleen. En voordat we alle publieke taken bij de overheid neerleggen, zouden we er goed aan doen om ook eerst af en toe te bedenken hoe we mensen zelf meer instrumenten in handen kunnen geven om bij te dragen aan de publieke zaak. Ook in de private sector groeit de wil om iets bij te dragen aan de publieke zaak. Maar de overheid maakt het hen nog niet altijd heel gemakkelijk. En we moeten dat maatschappelijk initiatief juist stimuleren en niet remmen. Een mooi voorbeeld daarvan is het steward-owned, oftewel het rentmeester-vennootschapsmodel. In dit bedrijfsmodel staan voor de aandeelhouders niet winstmaximalisatie, maar de maatschappelijke missie van het bedrijf centraal. De winst die het bedrijf maakt wordt niet enkel uitgekeerd aan aandeelhouders, maar door een soort rentmeesters geïnvesteerd in maatschappelijke doelstellingen. En als je in Nederland zo'n bedrijfsmodel wil oprichten, dan kost dat nog veel tijd en veel geld, omdat er geen standaardvorm voor bestaat. Zoals dat bijvoorbeeld bij de besloten vennootschap of de vereniging onder vennootschap onder firma wel het geval is. Wat D66 betreft maken we dit model van rentmeestervennootschap eenvoudiger en toegankelijker. En ik hoor graag hoe het kabinet ernaar kijkt. En dat past wat mij betreft in een bredere ontwikkeling dat we een alternatief moeten ontwikkelen voor dat korte termijn denken van het uitgesproken aandeelhouderskapitalisme. Oftewel, zoals sommigen het noemen, het Rijnlands model. Het zorgen dat besturen van bedrijven zich meer rekenschap geven van de belangen van alle belanghebbenden en dat die evenwichtig betrokken worden bij besluitvorming. En tot mijn spijt heeft het kabinet besloten om de motie die ik daar destijds met de heer Slotenberg van het CDA over heb ingediend als niet nodig te bestempelen. En ik kom daar zeker nog op terug. Dan had ik één concreet voorstel gedaan over de rentmeestervennootschap en de beantwoording ging over de maatschappelijke BV, wat een andere rechtsvorm is. Waar geen afspraken over winstuitkeringen worden gemaakt en waar het stemrecht niet wordt gescheiden van het economisch recht. Terwijl ik wel denk dat het belangrijk is om de drempels te verlagen voor maatschappelijk initiatief. En ik zei het al tijdens de regeling van werkzaamheden, ik neem het deze bewindspersoon niet kwalijk. Maar het kabinet gaat over de eigen afvaardiging. Dus de motie luidt: de Kamer gehoort de beraadslaging, constaterende dat er een groeiende vraag is naar andere vormen van ondernemen waarbij winstmaximalisatie niet het enige vastgelegde doel is, zoals het rentmeestervennootschap. Overwegende dat het oprichten van een dergelijk bedrijfsmodel nu relatief kostbaar en tijdrovend is, omdat ons burgerlijk wetboek een dergelijke vorm niet kent, van mening dat de overheid maatschappelijk ondernemen zou moeten faciliteren en stimuleren, verzoekt de regering in samenwerking met de universiteiten die hier nu onderzoek naar doen en het bedrijfsleven een voorstel voor een rentmeestervennootschap bedrijfsmodel uit te werken en gaat over tot de orde van de dag.